Shine, hè? Dat deden ze dus, de nieuwkomers bij Club Brugge. Ook de zon deed dat trouwens in Jan Breidel. En optie voor Mignolet. En Vrij scoort! Dat is de zon van de zon. Ja, ja, dat is de zon. Snel terug dan maar naar Odoi, Adamjan en Skof Olsen. De nieuwkomers dus. Het is een kwestie van dirigeren. En mooi goal! Oh, mooi! Daar is Odoi! Van demonstreren. En van excelleren. Oei, oh, heerlijke goal. De Wintermercato, een voltreffer. Club doet een prima zaak richting play-off 1. Antwerp verlaat dan weer de parking met de staart tussen de benen. Te weinig kwaliteit, te veel balverlies, te veel stomme beslissingen eigenlijk. En dan hebben wij verdiend verloren, denk ik. Afdruipen dus voor Antwerpen en ook voor Lierse op het veld van RWDM. En dan zitten we in 1B. Gekke toestanden trouwens daar in Molenbeek. En dan Lejoncourt. Nee, Teukens redt. Maar is de bal achter de lijn geweest? Volgens de spelers van RWDM wel. Ik denk dat hier vandaag één iemand beslist dat ons seizoen er zo goed als op zit. Frustratie bij Van Imschot, meer dan terecht. En ook bij Company. Vincent Company, de frustratie viert hoogtij, moet eraf. Even in het rood, verder dan een punt raakt Anderlecht niet met een eervolle vermelding voor Van Krombrugge. Met twee cruciale reddingen vroeg in de wedstrijd. En opnieuw een magistrale redding van Van Krombrugge. No Vanzer en Oendaf no party, hoewel het was toch plezant op de tribunes in het Dudenpark. Het niveau van de wedstrijd daarentegen, nu ja, oordeel zelf maar. Eerste zone, daar gaat hij er niet in. Hoe is het mogelijk? En ook in tweede en in derde instantie niet. Wat een gevecht voor de goal. Ook in Oostende bleven ze wat op hun honger zitten. De meeste toch 0-0 werd het tegen Sint-Truiden. Ja, wat moet ik zeggen? Geen commentaar. We have to be in this game, guys. And we have to make sure that we win the fucking 3 points. Okay, guys, come on. En winnen deden ze, al moesten ze daarvoor wel wachten tot de voorlaatste minuut. En op veel medewerking van de scheidsrechter en de VAR hoefden ze ook al niet te rekenen bij Gent. Matija krijgt de rode kaart. Verder nog twee afgekeurde goals en een niet gefloten penalty. Met andere woorden, business as usual in Tubeke. En tot slot nog een kleine dienstmededeling. Het degradatiemoeras, dat is niks voor boeren. Ze mogen gerust zijn. Het ziet er wat dat betreft goed uit na de 1-0 tegen Seren. Met dank aan de onvermijdelijke... Vossen voor zijn vijf.